We gaan proberen hier een klein interview van te maken. Oké. Okay. Jij bent zeer actief in Atelier Nune, hè? Ja, sinds anderhalf jaar, zeg maar. Ja. Anderhalf jaar geleden gestart. In januari 2016. En sindsdien hier een heel leuk en warm nest gevonden van allemaal mensen die enthousiast zijn over schilderen. En samen elkaar inspireren. Dus daar doe ik graag aan mee. En heb je van tevoren ook veel aan schilderen gedaan of zo? Voor mij was de aanleiding om hier te proberen binnen te komen, was dat ik Arnold heb afgerond. De kunstacademie in België. Ja. En toen dacht ik van, dan ga ik proberen in de eigen regio een stekje te vinden waar ik met andere schilders samen kan schilderen. Ik heb thuis wel een atelier, maar ik vind het toch veel prettiger om dat samen te doen met anderen. En elkaar te inspireren en ideeën te geven. Dus en toen vond ik dit. Er is heel lange tijd een wachtlijst geweest, maar toen was die opgelost. En toen kon ik hier binnen. Toen kun je aan de slag. Je zit geloof ik ook in het bestuur, hè? Ja, ik ben sinds januari van dit jaar gekozen tot voorzitter. Oh, dat is dan een hele eer, hè? Nou, eer. Maar ze hebben wel een hele snelle carrière binnen Atelier Nune dan, hè? Ja, om de vier jaar wisselt het voorzitterschap. Oh, ja. En ik heb altijd in verenigingen gezeten. Toch een beetje met het idee, je komt er niet alleen iets halen, maar je komt er ook iets brengen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Hè. Ja, en vandaar dat ik denk van nou... Woon jij in Nune? Ik woon in Nune, ik ben geboren en getogen Nunenaar. Echte Nunenaar. Echte Nunenaar, ja. Dus ik denk nou dan, en het is een leuke club. Een heel enthousiaste club met heel veel mensen die het samen doen. Ja. Want ik bedoel, je bent er wel bestuurslid, maar heel de club is actief. Dus dat gaat goed. Had jij al lang een atelier thuis? Eigenlijk een beetje vanaf de start zeg maar, van Arendonk. En ik gebruik het atelier thuis eigenlijk alleen maar voor wat voorbereidende werkzaamheden. Zoals gesso op de doeken brengen van tevoren en dat soort dingen. Maar ik sta eigenlijk thuis heel weinig te schilderen, moet ik zeggen. Je hebt de inspiratie nodig van een omgeving. Jullie hebben ook een prachtig atelier eigenlijk. Een prachtig atelier en ook een sociaal contact rondom. Ja. En we gaan vaak samen uit in de zin van naar exposities of we doen samen workshops en dat soort dingen. En dat vind ik ook allemaal te waarderen boven alleen maar in je upje staan schilder thuis in je garage, zal ik maar zeggen. Dat is ook een verschil, inderdaad. Nou zien we hier een schilderij. Is dit een recent schilderij? Is het recent. Aanleiding was een krantenfoto. Het is in Beograd. Het was gewoon een foto uit het Eindhovens Dagblad die mij... rondom het vluchtelingenprobleem. En sprak mij wel aan, dus ik heb geprobeerd diezelfde sfeer die in die foto zat op een schilderij te krijgen. Ja. Ben je tevreden? Ja, ik vind het tegen in ieder geval die mistroostige, uitzichtloze sfeer gehouden. Het is ook dat killen wat erin zit en tegelijkertijd die mensen met die warme gezichten die dag proberen ergens een honk te vinden. Ja, ik moet zeggen, het spreekt mij wel aan en ook andere mensen hier die geven ook wel aan dat het aardig geraakt is, zal ik maar zeggen. Het zou ook bijna zomaar een schilderij zijn uit de Tweede Wereldoorlog, hè? Toen ook zoveel mensen op de vlucht waren. Ja, het is een tafereel van alle tijden eigenlijk. Dat is erg is dat, hè? Ja. Ben je actief ook in dit soort dingen als vluchtelingen? Nee, niet uiteraard. Het is wel zo, ik heb voor mijn beroep, altijd ben ik betrokken geweest als beleidsambtenaar bij de inburgering in Eindhoven. Dus ik had in dat opzicht wel veel met die groepen te maken. Statushouders, vergunninghouders, vluchtelingen. Want ik moest dan voor de gemeente Eindhoven zeg maar de inburgering mee organiseren. Dus wat dat betreft ken ik de groep wel. En ook de problemen die ze kunnen hebben. Als ze, ook al mogen ze al blijven, want dat is dan vaak al het eerste probleem van die mensen.
mag je überhaupt blijven of moet je weer weg, hè? Ja, vreselijk, ja. Hè? Ja. Ik vind dat die gelaatsuitdrukkingen, zeker van die voorste natuurlijk, ja, die zeggen, spreken boekdelen, ja, eigenlijk. Ja. Het is heel goed geraakt, ja. Ja. Dan zien we hier in de hoek, ja, zie ik iets heel anders. Ja, ja, dat is Havanna. Van een foto, als ik het goed heb, van Maarten Verossen, de professor, die graag fotografeert. En ja, ik heb daar een schilderijtje van gemaakt met die oude auto's en ja, zo'n benzinepomp uit het jaar, stilletjes zal ik maar zeggen. Ja. En het is een opname die uit Havanna. Ik ben er zelf nooit geweest, maar het plaatje sprak mij wel aan. Zo, dat, dus jij schildert ook wel naar een foto? Ja, ik schilder vaak naar een foto. Wel vaak foto's die ik zelf neem. In dit geval natuurlijk twee keer niet. Ja. Maar heel dikwijls wel maak ik zelf de foto. En ga ik dat dan bewerken of daar een uitsnede uit of dat soort dingen. Niet altijd de hele foto, maar... Maak jij voorstudies voordat je aan de schilderij begint? Ja, dat heb ik sinds een paar jaar doe ik dat. Dat ik altijd wel een aantal schetsen maak. Ja, ik kan ze nu denk ik niet meer laten zien. Maar ik maak altijd ook van zoiets een stuk of 3-4 schetsen. Voordat ik het op het doek... En dan heb ik eigenlijk al het idee van, oh ja, zo komt het eruit te zien qua compositie. Maar ik begin altijd met voorschetsen te maken. En dat hebben jullie in Arendonk natuurlijk geleerd, hoe je dat moet opbouwen, hè? Ja, vooral van de laatste 2 jaar. Die docenten die vond dat je nooit kon beginnen aan schilderij. Voordat je eerst wat voorstudies gewoon in een schetsboekje geprepareerd had, zal ik maar zeggen. Ja. En ik zit nu op een cursus fijnschilderen in Goorle bij Peter van der Borne. En die vindt dat je ook van tevoren een soort kleurenanalyse moet maken. Net zoals je nadenkt over je compositie, zegt hij, moet je ook van tevoren eigenlijk je palet bepalen. Welke kleuren ga ik gebruiken en welke niet. Dat is voor mij wel nieuw, maar ik vind dat wel leuk om daarmee bezig te zijn. Hier heb ik het al een beetje geprobeerd. Door vooral heel sterk in de grijstinten te blijven. Maar dat is natuurlijk... Ja, dat is dan vaak het probleem, dat je moet leren nadenken over welke kleuren geef ik een schilderij. Dus dan maak je als het ware van tevoren een palet. Ja. En dat zijn dan de kleuren waarmee je aan de slag gaat. Met een paar hoofdkleuren die je dan mengt, waardoor je natuurlijk toch eindeloos veel tinten kunt krijgen. Maar wel in varianten van bijvoorbeeld bruine of blauwe of dat soort ideeën. En gebruiken jullie ook complementaire kleuren dan? Ja. Dat kan, hè? Dan heb je een heel hard schilderij. Als je zegt, ja, ik gebruik echt de kleuren. En maar complementair is natuurlijk vaak een heel mooi effect. Als je bijvoorbeeld dat blauw tegen het oranje achtergezet en zo. Dat, dan krijg je daar. Vaak is dat voor de kijker een vriendelijke manier om naar een schilderij te kijken. Exposeer je ook wel eens? Weinig nog. Dat komt ook wel omdat ik vind dat heel veel mensen, niet per se hier uit het atelier, maar in het algemeen, te vlug gaan exposeren. En dat wil zeggen, maakt zelf een ontwikkeling door. Dus ik ben iedere keer het meest tevreden, tenminste dat probeer ik, over het laatste schilderij, waarmee je eigenlijk een beetje afstand neemt van wat je 2 of 3 jaar geleden geschilderd hebt. Dus ik vind alles bij elkaar. Ik schilder nog relatief kort, 1 jaar of 6, dat ik nog niet zo gek veel werken heb waarvan ik blij ben als ze op een expositie hangen. Dus ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld hier met zoiets als paasaard mee te doen. Want dan hoef je er maar 2 of 3 te hebben hangen in je hoekje. Maar om nou een hele... Ja, om ergens te hangen waar ik zeg, ja, daar hangen nu 22 of 25 schilderijen van mij. Dan hangen er beslist ook bij waar ik eigenlijk van denk, die had daar niet meer moeten hangen. En dat geeft al een dubbel gevoel. Dus ik loop nog niet te draven om bij iedere expositie mee te mogen doen. Nee. Maar ja, dit is natuurlijk toch ook een toetsing, hè? Zo'n expositie. Ja. Ja. Ook voor jezelf, hè? Ja. Net zoals je zegt. Sommige schilderijen die wil ik daar eigenlijk niet meer ophangen. Nee. Ja, dat is leuk. Dit is jouw palet. Dit is mijn palet. Zo probeer ik wat te maken, wat donker, wat licht. Ja. Nu zie je, heb je de telefoon daar al liggen. Heb je even tijd?
steeds meer kleur. Ja. Het lukt toch al heel aardig, hè, ja, voor de eerste keer. Ja, zeker. Wat vind je, Harry? Voor de eerste keer, hè? Ik vind dat het zeker het derde is nog wel redelijk... ja, het is, want het is een heel lastig materiaal, verf, vind ik, voor een portret. Toch? Toch, ja. Ik ben sowieso, ik zeg al, geen portretschilder. En ja, met verf. Maar je wordt minder lineair, dat merk je wel, inderdaad. En dat is dan weer een voordeel. Dat, ja. Ondanks dat ik vergeet had een mailtje te sturen, ja, ja, toch een nette productie. Ja, dan ben ik je ook spannend. Het geeft niks, Henny. Ik stuur je gewoon de volgende keer twee mailtjes.